Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand november 2016. Voordat ik overga op jouw voorspelling van jouw sterrenbeeld, wilde ik eerst nog wat dingetjes vertellen, want er zijn heel veel nieuwtjes wat mijn praktijk betreft, die ook zeker de komende maand november plaats zullen gaan vinden en daar wilde ik je graag heel even van op de hoogte stellen. Allereerst gaat mijn naam veranderen komende maand. Ik ga dus voortaan niet meer verder onder de naam Praktijk Esther van Heerenbeek. Maar het wordt het 12e huis. Astrologie, tarot en numerologie onder één dak. Wil je weten waarom ik onder die naam verder ga en wat het ook wil betekenen? Dan verwijs ik je heel graag naar mijn Facebookpagina, die inmiddels ook het 12e huis heet. En daarin leg ik helemaal uit hoe ik daarbij gekomen ben en waarom ik dus voor die naamswijziging heb gekozen. Komende maand zal ook mijn nieuwe website en webshop online gaan. Dat heet dus ook www.het12dehuis.nl. Daarin zal het heel makkelijk gaan worden om mijn boeken en kalenders te bestellen. Kun je heel makkelijk afspraken maken via een afsprakenstuk in de website. En ja, alles wordt gewoon veel toegankelijker en makkelijker op de nieuwe website. Ik zal alle gegevens daarvan hieronder aan dit filmpje zetten. Dus komende maand kun je die veranderingen verwachten. Wil je op het, ja, van het laatste nieuws op de hoogte blijven, kun je misschien het beste even mijn Facebookpagina Het 12e Huis in de gaten houden. Want daar zet ik precies op wanneer hoe of wat de vernieuwingen plaats gaan vinden. Daarnaast is er nog een ander nieuwtje. Ik sta van 18 tot en met 24 november op de Margriet Winterfestival in de Jaarbeurs in Utrecht. En tijdens die 7 dagen dat ik daar met het 12e huis sta, kun je dagelijks een zestal gratis workshops volgen. Mini-workshops zijn dat. De ene heet Ontdek Astrologie, Ontdek Numerologie en Ontdek Astrologie. En ja, daar kun je dus gratis aan deelnemen. Dat zijn workshops van een half uurtje. Dan kun je met mij kennis maken, met mijn werkwijze kennis maken. Je kunt natuurlijk ook wat meer te weten komen over astrologie, tarot en numerologie. En in mijn stand is het dus ook mogelijk om een gesigneerde boeken of kalenders te krijgen van mij of te kopen. En ik ga er dan ook nog een hele winactie aan hangen. Dus het is zeer zeker de moeite waard als je dat leuk lijkt om naar het Margriet Winterfestival te komen. En ja, dan zou je mij dus kunnen leren kennen en ook meer kunnen leren weten over astrologie, tarot en numerologie. Ook die gegevens en waar je kaarten kunt bestellen zal ik allemaal onderaan dit filmpje zetten. En dan moet dat vanzelf goed komen. En dan hoop ik je daar natuurlijk heel graag terug te zien. Dan was het eigenlijk weer. Heel veel nieuws voor het komende maand wat betreft mijn praktijk. Dan gaan we nu gewoon heel snel over naar de voorspelling voor jou, specifiek voor jouw sterrenbeeld voor november 2016. Hallo Kreeft, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand november. Allereerst numerologisch bekeken is de maand november een 2-maand voor ons allemaal. En dat heeft alles met gevoelens en emoties te maken. En ook met afwachten, met geduld opbrengen, maar ook met relaties. En dan niet alleen de relatie met je partner, collega's of kinderen of wie dan ook, maar ook de relatie met jezelf. Dit is wel een beetje een maand van bezinning, van onderzoek doen naar wie je bent en hoe je je voelt. Dat past op zich ook wel bij jou als kreeft waterteken, want we zitten nu in de schorpioenmaand en dat is jouw zuster waterteken, zoals ze dat noemen. Dus emotionele diepgang, iets doen met je gevoelens en emoties, daarbij stilstaan, dat is wel iets wat bij jou past en daar zal ook deze maand de nadruk komen te liggen. Nou, omdat we toch in een beetje mysterieuze maand terechtgekomen zijn, heb ik ook deze keer voor gekozen om het met het Tarot Illuminati deck te werken. Omdat dat ook een beetje een mysterieuze uitstraling heeft.
En dat vond ik in de maand november gewoon heel goed passen. Nou, ik heb inmiddels de kaart al flink voor jou geschud als kreeft. En de kaart die er voor jou deze maand uitkomt is de Prince of Swords. En dat is eigenlijk ook wel de ridder van zwaarden, ja, zoals we hem kennen in het de Rider-Waite deck. Er zal deze maand voor jou veel in jouw hoofd rondgaan. En er zal voor jou ook een bepaalde communicatie gevraagd worden in de maand november. Je bent normaal niet eentje die eigenlijk voorop loopt als het gaat om discussies, te zeggen wat je denkt, jouw mening te geven. Daarin loop je meestal niet voorop als kreeft. Ik zal hem trouwens eventjes iets dichterbij houden, want dit is natuurlijk een wat nieuwer deck voor jullie, dus dan is dat toch weer even anders. Het is dus heel erg belangrijk dat je wel in deze maand opkomt voor jezelf. En een ridder vraagt namelijk om naar buiten toe te treden. Nou ben jij dus een waterteken. Jij handelt en leeft vanuit je gevoel. En dan is het dus ook belangrijk om aan te geven deze maand wat dat dan is. Wat jou bezighoudt. Waar jij voor staat. Waar jij behoefte aan hebt. Waar jouw verlangen ligt. Want dat helpt jou om wat beter tot je recht te komen. Zeker als je ergens naar streeft, naar een nieuwe baan of een nieuwe relatie. Of je wilt je huidige relatie een nieuwe impuls geven. Dan is het ook heel erg belangrijk om naar buiten te komen met datgene wat jij werkelijk voelt en wat jij werkelijk wilt. Een ander kan vaak geen gedachten lezen en weet gewoon niet zo goed wat er in jou omgaat. Dus in de maand november wordt voor jou echt wel een stukje assertiviteit en een stukje duidelijkheid gevraagd. En je zult zien als je eenmaal de eerste drempel over bent, dat het best wel meevalt en dat het je meer zal brengen dan dat je van tevoren denkt. Er is dan wel wat moed voor nodig, maar het levert je uiteindelijk meer op voor jezelf. En in die zin zorg je dan ook veel beter voor jezelf. Dus kom voor jezelf op en laat merken wat in jou innerlijk speelt. En ben daarin gewoon heel positief voor jezelf. Nou, ik wens je daar natuurlijk heel veel succes mee deze maand. Vind je deze filmpjes leuk? Heb je er iets aan? Nou, dan hoor ik dat heel graag via reacties. Dan vind ik het super als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal of dat je mijn Facebook-pagina Het Twaalfde Huis liked. Ik hoop je heel graag terug te zien, of op de beurs, of in mijn praktijk, of op een andere wijze. Ik bedank je voor het kijken en ik hoop je snel een keer terug te zien. Tot ziens, doei!